Yo beste kijkers van de Cold Eagle Channel, vandaag weer een nieuwe video. Vandaag gaan we weer zeker Call of Duty Advanced Warfare doen. Al een hele lange tijd geleden eigenlijk. Maar toch moet ik eigenlijk toegeven dat ik het altijd heel leuk vond om te spelen. Daarom ook dat we het vandaag weer een potje gaan spelen. We gaan gewoon naar een morspit toe. Ik ben heel benieuwd of ik trouwens een lobby kan vinden. Nou ja, hier kijkt, daar begint hij al. No games found. Je gaat toch niet zeggen dat er niemand meer Call of Duty speelt, hè? Tenminste... Advanced Warfare, het was sowieso een goed spel, vond ik dan. Ik vond dat wel leuk. Oh, we hebben 3 potjes gevonden, Team Deathmatch. Oké. Nou, hopelijk dat we kunnen joinen. Al ben ik met de Xbox One controller nooit zo super goed, maar we gaan zo meteen kijken. Ik heb er heel veel zin in ieder geval. We gaan op de map solo spelen, zie ik. Een potje Team Deathmatch. En ja, we gaan wel zien hoe het gaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gewoon een lekker potje gaat worden. En jullie denken van, oh Gold, waarom geen Call of Duty Black Ops 3? Die zou aankomende week met de nieuwe map packs wel weer wat vaker worden geüpload. Sowieso ben ik wat bezig met weer wat meer random games te uploaden, zoals jullie hebben gezien. Maar natuurlijk, Call of Duty's, die komen ten alle tijde terug. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik zit er trouwens ook over na te denken om nooit nog Call of Duty Black Ops of Call of Duty Coast te uploaden. We pakken een ASM. Daar was ik vroeger altijd heel goed in. En ik ben heel benieuwd. Oh. Oh jee. Yeah. Ik hou van Call of Duty... Advanced Warfare. Zo'n goede Call of Duty. Dit was altijd... Of dit is eigenlijk tot nu toe denk ik misschien wel mijn favoriete Call of Duty die is uitgekomen. Het speelt gewoon allemaal zo chill, zo lekker. En zelfs op een Xbox One. Wat natuurlijk al niet mijn favoriete console is. Maar toch moet ik eigenlijk toegeven dat ik hem op dit moment wel fijn vind spelen. Oh. Die kill die haalde me wel net. Hier zit er één. Maar waar is hij naartoe gegaan? Ik ga het niet zeggen dat hij bovenop zat, hoor. Zit hij bovenop? I don't know. Hier ergens in het hoekje moet er één zitten, maar waar? Oh! Ja hoor, dat doen we gewoon even. Hoppa, 3 kills, 0 deaths. Lekker. Ik ben trouwens, ik zit er ook weer meteen in. En dat vind ik ook wel zo chill aan dit spel. Ik denk dat ik dit spel binnenkort ook wel weer eens op de PlayStation 4 moet downloaden. Holy shit. Oh, ben ik blij dat ik hem weer eens heb gespeeld. Ja. Een hele lange tijd geleden natuurlijk dat ik hem voor de laatste keer heb gespeeld. En dat heeft natuurlijk wel te maken met de nieuwe Call of Duty die toen uit is gekomen. Maar toch moet ik toegeven, het is zo'n goede Call of Duty Advanced Warfare. Ik kan nu trouwens ook al niet wachten op een nieuwe Call of Duty Advanced Warfare. Want het behoort wel tot mijn top Call of Duties. Oh. Dat was heel scheef van mij. Ah, chips! Die had ik... waarom was ik gewoon vergeten om te herladen? Dat is ook nooit zo slim eigenlijk om niet te herladen. Je kunt beter te veel reloaden. Oh, oh, oh. Hier zit er een. Hier zit er een. En, opa, die hebben we. Nice. En dan moet je nagaan op dit moment. Speel ik ook op de Xbox One dus. Maar dat hadden jullie al kunnen zien. Een reload. En ik heb zo'n idee dat hij naar binnen is gegaan, maar dat weet ik niet zeker. Lekker met mijn ASM. Mijn favoriete wapen op Call of Duty Advanced Warfare. En ik moet toegeven, ik ga best wel lekker. En dan moet je eigenlijk zo zien, ik speel bijna nooit op de Xbox One. Vandaar eigenlijk ook dat ik zo'n laag level ben. Een lekkere Bloodthirsty. Ik zal binnenkort ook eens even kijken hoe het op de PlayStation 4 is gesteld met Call of Duty Advanced Warfare. Ik denk dat het best wel goed kan komen op de PlayStation 4. Ik weet het niet zeker natuurlijk. Oh. Ah, jammer. Dat had ik eigenlijk al moeten hebben. Maar dat maakt niks uit. Mijn score trouwens op dit moment is 9-3. Daar ben ik heel blij mee. We spelen natuurlijk Team Deathmatch. Dus het potje is bijna afgelopen. We hebben de UUV nu net gehaald. En die zullen we ook meteen even aanzetten. Check de UV. Dat betekent dat we waarschijnlijk mijn care package net niet halen. Oh, wow, wow, wow. Kijk, dit bedoel ik. Op de Xbox heb ik nog niet echt zo'n goed richtingsvermogen. Wat natuurlijk niet helemaal niet erg is. Maar toch heb ik eigenlijk best wel een lekker potje neergezet. Moet ik eerlijk toegeven.
Kijk, hier hebben we ons care package. Oh, huh? Gaat het ook vertaan hier tot 100? Oké, nice. Oh, lekker, we hebben paladin. Nu kunnen we echt kills gaan maken, joh. Oh. Snel af die paladin inzet. Up, bam. And here we go. Let's go with the kills. Ik luister trouwens de hele tijd al iets hard. Mijn excuses ervoor. Nou, kom dan. Kijk, dit is goed. Ah, ze zitten echt allemaal binnen nu. Nee, is niet chill. Oh, wacht. Misschien kunnen we hem raken. Ja, nee. Ze zijn slim. Ze zijn allemaal binnen gaan zitten. Ik weet niet of trouwens die kill... Nee, ook net niet. Helaas. Allemaal net kills die ik eigenlijk ook maar net heb misgelopen. Een beetje zonde. En die hebben we. Ah, die hadden wij nou helaas. We staan dik voor, dus sowieso gaan we dit winnen. No freaky ways. Ah, jammer. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, wat is jullie favoriete Call of Duty? Eigenlijk, wat vonden jullie eigenlijk van Call of Duty Advanced Warfare? Zelf vond Call of Duty Advanced Warfare altijd wel een chille Call of Duty. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening over elke Call of Duty. In het begin had ik eigenlijk ook best wel moeite met deze Call of Duty, maar op een gegeven moment ben ik daar echt helemaal aan gaan wennen. Oh. Chill. Een suppressor op mijn wapen. Ik ga nu voor de laatste twee kills. Nou, ik weet niet of we er nog eentje kunnen maken. Misschien kunnen we ze zelfs beide maken. En volgens mij hebben we de laatste final killcam nu gewoon. Weet ik niet zeker hoor, we gaan even kijken. Hebben wij de final killcam of niet? Ja, die hebben wij. Heel netjes eigenlijk gebeurd, vind ik zelf. Kijk, boom boom. Oh, ik zie trouwens nog dat we gold voor onze naam hebben. Dat moet ik binnenkort even veranderen. Willen jullie nu meer Call of Duty Advanced Warfare zien? Laat dat even weten in de reactie onder deze video. Want dan gaan we sowieso meer Call of Duty Advanced Warfare weer uploaden. Lekker potje. Mijn allereerste potje na eigenlijk een half jaar of zo. 17 om 9. Voor nu zou ik zeggen allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.